Wij zijn vanochtend met deze camper vertrokken vanuit Nederland richting het noorden van Zweden. Voor Schaatsenlulea 2018. Inmiddels zijn we bijna bij Kiel aanbeland. En dan stappen we op de boot richting Göteborg. En ja, we hebben er gewoon ontzettend veel zin in, of niet, Rens? Zeker. We zijn bijna in Göteborg aangekomen. Het Zweedse land is al te zien. En we gaan vandaag rijden naar Sundsvall, waar Sebastian Falk woont. En hij is oud schaatser en nu werkzaam voor de Zweedse Schaatsbond. En hij gaat ons gewoon even vertellen hoe het gaat met Zweedse schaatsen. Hello, Sebastian. Hello. We made it. Yes. Finally. Welcome to Sundsvall. So, you're a former professional speed skater. And are you still involved in the speed skating? Yeah, I skate as much as I can. And also I'm head coach for the juniors, for the Swedish national team. Good. And how is the Swedish speed skating going? We're a little bit down, but we have some light spots, like Nils van der Poel did really good Olympics. And we have some others who are trying really hard. And what do you think about the competition in Luleå? Yeah, that's nice. I've skated some marathons and it's an experience out of normal skating. It's fast, it's tricky because of all the cracks. Yeah. You have to pay attention. It's more like cycling. It's really nice. Okay. Dag 3 en we zijn weer onderweg. We hebben net lekker geschaatst. Hoe vond jij het gaan, Rens? Ja, geen grote, nog niet verleerd hoor. En we zijn alweer begonnen aan ons knekkenbrood. Knekkenbrood, we zitten in Zweden, goed eten. Ja. We hebben nog een lange dag te gaan, de laatste 6 uur tot Luleå. Eerst maar eens een bakje koffie. Nou, dat denk ik wel. Ja. Een echte fika. Fika koffie. Zitten we weer. Nou, dat ging heel soepel hè. Dat leek bijna wel een promotiefilm. Proost. We zijn bijna in Luleå, maar we zijn even gestopt, want we hebben ontzettend veel honger. En alleen zonder hout kun je natuurlijk niet koken, hè? Kun je geen vuur maken. Dus we gaan even een boompje omhakken. Hoppa, daar is hij al. Krijg je honger van, hè? Ja, nu gaan we lekker koken. Dan gaan we, hoor. Leuk. Yes! We hebben het gehaald. We zijn in de zuiderhaven van Luleå. Eindelijk zijn we er. Het was een prachtige roadtrip. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En vanaf morgen Mariska in de nieuwe fikatijd. En wij gaan even het ijs testen. IJs testen, ja.